Jezus, dat duurt lang. Oh, There we hè. go. Ik hoop wel dat je op EU2 gewoon zit. Ik heb op een auto gedaan, dus ik hou 1. Oké. Nou, wat wordt het? Nou, laat ik eerst even wat dingen aangooien, want hè, dat Ja, werkt toch. Kleinboezen staat ook aan. Precies, even Ik kijken. denk dat we nu wel gewoon makkelijk dagelijks Kleinboezen gaan kunnen gooien. Echt hoor? Ja, ik heb het even uitgerekend. En met Tour of Duty halen we ongeveer 300.000 industriële hulpmiddelen minimaal binnen. Dus okay, en we hebben nu nog een reserve van ruim 1,5 miljoen. Dus ik denk dat we voorlopig wel dagelijks kunnen doen. Oh, je gaat een tank spelen die ik niet kan zien op de in de map. Ik dacht dat het alleen bij mij was. Ah, nee, kijk maar, ik heb het ook. Nice, very nice. Hell yeah. Wargaming, indie developer. Mooi, User mooi. joined your channel. Ook weer lekker relaxen. Goedenavond. Een paar dagen. Hallo. Nu. Lekker hè, zo'n booster met 4 keer. Ja, alleen Jarko, niet de tier 11 en 12 pakken. Je hebt een Dat is tier nooit 11. tegen mij Je hebt een verteld. tier 11. Ah, ik heb wel toestemming als deze is afgelopen om er nog een aan te gooien. Ja, maar dat wordt geen tier 11. Zowel, dan ben je commander. En bent de commandersrechten kwijt. Oké, ik ga Pepper stalken. Succes. Alweer? Ja, ik score pluspunten. En Lennart alweer? Yes. Yes. Dit wordt echt zo'n avondje van lekker grinden. Als we ook tier 8 premium spelen. Oh ja, dat is waar. We kunnen natuurlijk erg veel credits krijgen. Dus. Oh ja, ik ben Lennart en ik zie het nu pas. Ja, want de hoogste credit booster staat aan die er is. Ja. Ja, niet meer doen dus. Die bewaren we voor echt speciale gelegenheden als, ik weet niet, meer dan 50 leden online zijn. Nou, blijf dromen, Alex. Maar Die hoezo? We tijd kunnen zal nog nooit komen. komen. Mark my word. Hoezo? Er waren er al meer dan 10 online toen ik hem aangooide. Ja, maar het is gewoon zo dat Het we is dat gewoon soort zo dat dingen we dat. Kunnen we niet aanmaken. Dus daar hebben we echt gewoon een limiet van. Hoezo? Je kan toch alles aanmaken wat je wilt? Nee, Nee, alleen alleen tak. tier. Alleen de tier 10. Gloeiende hel, Jacob. Koop een headset! Jezus! Nou, ik hoor jouw echo en ik zeg niks, dus het is niet mijn echo. Oh! Nee, ik heb meer. Hey. Ik heb Oh. 100% meer. Stond te hoog. Oh, damn, dat schot. Holy shit. Wow. Hij kon echt het Kom eruit halen. puntje. Holy shit. Nou, het is wel erg vroeg. Ik wil eerst weten wat er allemaal achteraan komt, ja. Oh my god, ik krijg er gewoon haast elk van die pixel snipes van die clip. Wat? Campen in Campinovka? Wat zullen we nou beleven? Oh. Ja, daar verliest iemand zijn geduld al. Tofti! 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 Het is nog ineens dat het een wild vehicle is. Het is gewoon met schoten scheef als tering gaan. Ja. Oeh, dit is ziet er sappig uit. Kom op, daar kan je gewoon schade op schieten, toch? Nice. Staat de Udes, die Een heeft me sprint geraakt. schoot. Staat bij de IS-2. Nice. Ach ja, ik had 2 keer damage en 1400 Oh, damn. Jee, map rotation. Ja, maar het is een encounter, hè? Dus dan is het anders. Wat? Campinovka. Het is Oh, dat hadden letterlijk we net dezelfde ook. game mode. Weer naar boven? Laatste keer ging het wel goed. Ja, precies. I34. Het gaat hier bewaskelen. De E50 of de E75 vuurt 55. Die bewask is zo lucky. Oh my god!
Oh, KV shit. In de fik geschoten, dag. Goed spel. Lennart, we worden een beetje ingesloten hier. Ik denk dat we de heuvel verliezen. Ik ga proberen nog van achter. Nog, crossfire. Ja, ik heb 100 geschoten. Zo kut, hij kan die oversteek niet maken met die STB1. Klopt. Echt een balance map. Ik fucking wat alles goed. Hem. Beatboxer. Ah, Tirach, wat denk je? Wat voor een camo is dat? What the fuck? Oh, dit is zo kut. I might be dead now. En hoe dat? Oh, wat? Dat ding gaat makkelijk door mij heen. Oh. Nou, I'm dead now. Oh, yikes! Oh, I'm alive. Ik sta op zo'n kut positie. Ik ben gewoon volledig outflanked door beide kanten. Dit is gewoon, ik kan er niks aan doen. Maar achter... I have made a crucial mistake. De armor is wel lekker en gewoon 2 schoten 1000 damage. Wow! Clip reload is 23,3 seconden. Nou, op zich. Moet ik de hele tijd fucking APCR schieten? APCR voor een leopard, Alex? Ja, dat moet. Armor. Nee, het is gewoon puur om te raken, want al mijn... Oké, dat was mijn schuld, I guess. Kill velocity, like a slak. Gewoon niks. Ik had meer verwacht dat ik zou doen. Sorry Lennart, ik moest die RU even eerst raken. Ik ben al dood. What the fuck? Dat kan je vertellen, ik ben door 3 tanks dood gegaan waar. Door welke ben je om geraakt? 2 keer door de Skoda en 1 keer door de WZ. 120. Ik merk dat... Ik wist helemaal niet dat dat Mark was. Dus wel ik dacht de hele tijd. Hallo, Mark is wel degene die als eerst dood was. Sorry. Hij was hier aan het carry, Alex. Ja. Marco, wees nou eens niet zo goed, joh. Jemig man, ben ik niet van je gewend. Jullie hebben wel steeds bijna dezelfde hoeveelheid hitpoints. Ik bedoel, jij werd geraakt voor eerst 800, match. Toen Alex voor iets van 600 of 700. Oh, nice. Ja, het is jammer dat Lennart weer uit de had. Ja, nogal. Oh, ja, ik wil ook best de lure pakken, hoor. Ja, dat zou ik nou leuk vinden. Nou, Alex, hop. Thuis. Ja, ik jou. Oké. Beetje die platoon cohesie handhaven, AUB. Zal ik dan ook de lure pakken? Zullen we straks tegelijk klikken? Dat kan je ook doen. Want wij spelen ook tier 8. Oh, ik ga even mijn icoontje aan. Ja, ik heb de T34 heb ik niet. Alex? Ik heb geen leeuwen. Maar dit je hebt geen leeuwen? Ja, ik heb geen leeuwen. Wauw. Nou, wauw. Wat do you mean, wauw? Het is wel erg zat dat ik een T34 Black heb. Ik kan het je nog leuk maken. Wat is er mis mee, Alex? Is er wat mis mee? Nou, de gunhandling ten eerste. Dat nu verbeterd zou moeten zijn. De accuracy. De penetration is nog best wel goed. En het is een nigger. Oeh, hij zei het. Hij zei het. The N-word. Oeh. Hij zei het. Oeh, nou, nu wel gelijk naar de boiler room naar beneden. Ben van World of Tanks chat. Ja. Jee, dat sloeg echt helemaal nergens op. Sloeg echt helemaal nergens op. Ik heb nog een verzoek ingediend of ze het weer kunnen herstellen. Fuck ja, precies. Ja, ja. Ja, gewoon even de voice sample van de teamfreak afhalen. There you go. Mijn reactietijd was echt vermoedjes. Gaan jullie Lennart? TNO en de Brass. Wat de ST? Ja, ik vraag me dat nu net ook af op hetzelfde moment.
Hoe spotte die Borask? Hoe spot hij die Borask niet? Oh! Get caught. Wat is dat voor camo rating? Ja, het is Nou, wij zijn bijna klaar. Ik weet niet wat jullie zien. Draaien, uldaaien, turret draaien, alvast preemptively. En goodbye. Oh, ik hoop dat die staan nog misschien een schot kon doen. Je hoopte nee, dat je teammate iets voor je ging doen? Zou we net zoiets zijn dat die ISU daar zo gewoon fucking volledig concealed kan staan? En dat ik hem niet spot. Oh Marco, wat ben je me aan het doen? Help, help. Alex. Meer kan ik niet doen, mate. Nou, dat is gelukkig dat die niet de topgun heeft. Shit. Surprise, motherfucker! Nee! Holy shit. Dat was goed. Maar jij blaast de laatste aan de muid. Zelfs een peloton lid achter je staan die je niet beschermt. What the hell? Graag gedaan.